De SJV bestaat 20 jaar. Maar wat is en wat doet de SJV in Rosmalen? SJV staat voor Stichting Jeugd en Vorming en organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd van Rosmalen. Een timmerclub, jazzballet, een toneelclub, zelf kleding maken, een hobbyclub. Je vindt het allemaal bij de SJV in hun eigen gebouw, de Spuldoos aan de Mimosastraat in Rosmalen. Hier nemen we een kijkje bij de hobbyclub. Ze werken hier met verschillende materialen zoals papier, pitriet, klei en wol. Zo leren de kinderen wat je van die materialen allemaal kunt maken. Mandjes van pitriet bijvoorbeeld. De toneelclub oefent inmiddels voor een aantal nieuwe uitvoeringen, vaak in samenwerking met het jazzballet. Iedereen tot 16 jaar is welkom bij de repetities die geleid worden door een echte toneelspeelster. Er wordt volop gezaagd en geschuurd bij de timmerclub. Hier leert de jeugd omgaan met hout en met de gereedschappen. En wat ze willen maken, mogen ze helemaal zelf weten. Maar ook de modelbouwclub is heel interessant voor alle kinderen die graag knutselen. Door deskundige begeleiding leer je bijvoorbeeld hoe je de bouwtekening van een zeilboot moet lezen en hoe je hem in het klein namaakt. Jazzballet is al heel lang populair. Als je van muziek en bewegen houdt, is dit iets voor jou. Een heel seizoen oefenen met een gezellige groep jongens en meisjes om aan het eind van het seizoen een flitsende voorstelling te kunnen geven. Tekenen kun je ook bij de SJV, bij de tekenclub. Elke zaterdagmorgen tekenen wat jij leuk vindt. Een paashaas bijvoorbeeld. En natuurlijk organiseert de SJV het hele jaar door speciale activiteiten voor de jeugd. Met Pasen komt bijvoorbeeld de paashaas langs. Met een heleboel eieren voor iedereen die daar dol op is. En dat zijn er volgens mij nogal wat. Maar nu terug waar het allemaal om draait. Het 20-jarig bestaan van deze actieve club. De SJV wilde het op een speciale manier vieren en haalde Circus Rens naar Rosmalen. Honderden mensen waren naar het circus gekomen om samen met de SJV die verjaardag te vieren. Tussen de verschillende optredens van de circusartiesten zal het publiek kunnen genieten van de SJV Playback Show. Maar ook de leeuwen, zebra's en andere circusdieren zullen tijdens de voorstelling langskomen. Ik geloof dat clown Milko hier de slagroom klopt voor de grote SJV-verjaardagstaart. Zijn collega-clown loopt de tent van Circus Rens in. Hooggeëerd publiek, dames en heren, jongens en meisjes. Ros TV nodigt u uit in de tent van Circus Rens voor de verjaardag van de SJV. Dames en heren, hallo jongens en meisjes. Oftewel, hooggeëerd publiek, ik heet u allemaal op deze zondagavond van harte welkom in de tent van uw eigen Nederlands Nationaal Circus, Herman Rens. Het is vanavond een hele bijzondere avond. Het is de finale van de Playback Show. En Circus Rens is hier op uitnodiging en in samenwerking met de Super Supermarkt. En de eigenaren van de Super Supermarkt wil ik graag even aan u voorstellen en wil u persoonlijk welkom heten. Ik vraag een vriendelijk welkomstapplaus voor de heer Albeda. Dankjewel, Robert. 1994 is voor ons een speciaal jaar. 1994 bestaat de SJV 20 jaar en Super bestaat 10 jaar. Een goede reden om u allen te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
De capriolen die zowel de SJV als wij als supermarkt elke week uithalen om u van dienst te kunnen zijn, lijken heel veel op circuscapriolen. Het leek ons dus zeer gepast om u vanavond een schitterende circusvoorstelling aan te bieden. Een circusvoorstelling, afgewisseld door professionals en afgewisseld met amateurs. En zoals wij de laatste dagen, dus gisterenmiddag, gisteravond en vanmiddag gezien hebben, zijn amateurs, dat zijn professionals. Ik wil nu graag het woord geven aan Frank Vos, mede-organisator van SJV. Dankjewel, naamgenoot. Ja, dames en heren, Frank heeft het net al gezegd. We hebben al 3 voorrondes gehad van de SJV Playback Show. En vanavond is dan het moment suprême, zoals dat heet. En een playback show kan natuurlijk niet zonder een zeer betrouwbare en deskundige jury. Ook die hebben we vanavond weer in ons midden. Hier zijn voor u uit Polen, Maria en Jozef Radziakowski.
Super lieve groet aan Rosmalen. Thank you.
Maria Jozef Rajczakowski. Zou ik jou niet willen ruilen voor zo'n magere motorprent? Lief en leed, zoals je weet, tezamen beelden wij. Het lief, o vrouw, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij. Dat heb je toch geweten. Al liet je mij ook dikwijls in de kou. Hij sloeg je vaak mijn beide ogen blauw. Toch kan slechts maar hij ons scheiden, omdat ik zo ver van je hou. Ach, wat een tijd was dat, hè? Onvergetelijk. Ja, maar het vliegt, hè? Het vliegt. Says you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. In de zomer, in de zomer, u in de zomer, hoor eens, in de zijn alle zomer gebeuren voor, en in de zomer, u zijn alle. Nou, ze breken het!
weet niet wat een hit is. Volgens mij weet hij niet wat een hit is. Hij weet niet. Ga zitten. Voordat je op je stoel valt. Zullen wij hem eens laten zien wat een hit is? Komt ie! Ja, dat is... Even wachten! Gladder, daar begrijp ik niks van. Kom hier. Wat jij moet doen is de tekst en de muziek oefenen. De tekst en de muziek hoef ik niet te oefenen, die kennen we allemaal! Ja, dat is... En de muziek oefenen van in de zomer. Nou, dan ga ik nu weg. Ja. Ga ik nu weg. Ja. En dan kondig jij mij aan de rit als iedereen die tekst en de muziek kent. Ja. Als de allermooiste zanger van de hele wereld. Dames en heren. Als de allermooiste zanger van Nederland. Van dit. Als de allermooiste zanger van Rosmalen. Ja. Ja, het is wel een beetje balen. Hé, hey, moet je horen? Dan moet je gauw naar die mevrouw van de Samink. Oh, de Samink. Speak. De Samink, ja. En dan moet je vragen of ze dat op je gezicht doet. Oh. Ja, en als je hoed afgaat, zit je haar altijd een beetje raar. Ja. Meteen onder de droogkap op 10. Oh, op 10. Ja, hoger kan hij niet. Tot zo. Tot zo. Tot zo. Tot zo. Gelijk onder de droogkap. Tot zo. Hé, hé, hé. Hebben jullie gehoord? Ik moet hem aankondigen zometeen als de mooiste zanger van de wereld. Heb je gezien wat een blote kontenkop die heeft? Heb je gezien wat een blote billengezicht die heeft? Moet ik zeker doen dat hij knapper is dan Prins, Madonna, New Kids on the Block? Ja. Weet je, oh, wacht. Ik pak even mijn joekel. En dan, ik ben hier naartoe gereden en toen sneeuwde het. En dan wil hij dat ik ga zingen in de zomer. Ik weet iets veel beters. Niks verklappen hoor, niks verklappen. Gaan we even oefenen. Dat is mijn joekel. Komt ie. Shidadadab, bedienadada. Shidadadabdienadada. Shidadadabdienadada, bedienadada. Hij doet het. Oké, in de zomer wil die, doen we stiekem met z'n allen, niet verklappen, doen we in de winter. Het sneeuwt buiten, gaan we toch niet in de zomer doen, komt ie. In de winter, jullie, doe maar mee. Je kan rustig hard meezingen hoor, hij zit nou toch onder de droge kap. Oké, in de winter heb ik een kerstboom en is... De Sint er, weet je wel, Sinterklaas, die vrije met die mijter op zijn treiter, die ken je toch wel? Die man loopt met die boot, die maf, met die staf. Die paard met de paard, ja, die ken je wel, de Sint, ja. In de winter, in de... Heb ik een kerstboom, is de Sint er. Hand op je rug! Allemaal! Gaan we van links naar rechts, dat kan je ook doen, Sinters. Schaatsen elke dag. Komt-ie! Oké, zo meteen doen we hem helemaal achter elkaar, hè. Maar doe het laatste stukje, dat moet je doen als een echt zanger, uit volle borst. Doe je arm eens zo. Heb je ding zo? En dan doe je allemaal tegelijk. En doe ik alles wat... Wie mag? Jullie? En doe ik alles... Kijk een beetje uit dat je je armen een beetje omhoog doet. Je slaapt bijna bij je buurvrouw de beugel uit de bek. Nee, echt, de buurvrouw zat bijna naar de voortanden te spugen. Nog één keer, allemaal, twee keer zo hard. In de winter heb ik een kerstboom, is de Sinter. Daar komt ie. In de winter, heb ik een kerstboom, is de... Hand op je rug! Schaatsen elke dag en naar voren. En doe ik alles wat niet mag. Omhoog allemaal, hè? En doe ik alles... Oké, niks verklappen. Ik ga hem aankondigen en... Je geeft hem als die komt, hè? Doe je gewoon. Weet je, we doen gewoon alsof die heel goed is.
Je geeft hem heel veel applaus. Dan zal hij wel iets stoms roepen als everybody happy. Moet je gewoon keihard roepen, yeah! En dan denkt hij, oh, oh, wat ben ik goed. Iedereen gaat mijn lied in de zomer zingen. En dan doen we stiekem in de winter, oké? Okay? Dames en heren, jongens en meisjes. Mag ik een grandioos applaus voor de allermooiste zanger van de wereld. Die hier naartoe gekomen is naar Rosmalen. En voor jullie zijn wereldhit gaat zingen het nummer In de Zomer. Applaus! Everybody happy? Hoor eens voor hem. Everybody happy? Oké, dames en heren, daar gaat hij dan. De hits 1, 2, 3. In de zomer. In de... Sorry dames en heren, het moet een klein misverstand zijn. Maar ik weet zeker dat hij dat heel makkelijk oplost. Ik heb nou de tekst en de muziek zelf geschreven. En de tekst is heel simpel. De tekst gaat als volgt. De zomer, ja? Dat lijkt me wel gezellig. Dat is nog niet te moeilijk, nog niet te veel gevraagd. Van in de zomer, hè? Goed. Nou, u bent er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Komt ie voor je 1, 2, 3. In de zomer. Dat is niet goed jongens, dat is niet goed. Doen we nog een keer overnieuwen. Doen we nog een keer overnieuwen. Ja, komt ie. 1, 2, 3. In de zomer. Hallo, dit is fout. Dan zie je dat het is helemaal fout. Dames en heren, dit is falikant fout. Ja, luister nou eens even. Ik weet nog hoe die tekst gaat. Het gaat heel simpel voor in de zomer. Dat is toch niet zo moeilijk van in de zomer. Wat een vak. Nou, Rosmalen, een leuke finale. Komt dit dan? En van je 1, 2, 3 in de zomer. Ja, wat zingt u nou de hele tijd? Ja, laat me horen. Gek van. 1, 2, 3. In de winter. Om een beetje af te koelen. Heel goed. Allemaal. Ik kom met jullie mee. Dames en heren. Ik zing met jullie mee. In de winter. Daar komt ie. 1, 2, 3. In de winter. Zijn jullie gek geworden? Je zoekt het maar uit. Ben je in de zomer of in de winter? 1, 2, 3. In de... Ik hoor het goed. Dat u ook een gezonde standzegen bier. U bent een fantastische publiek. Rosmalen. En wij willen een gigantische applaus voor in de zomer. Applaus voor in de zomer. Applaus voor in de winter. De zomer. In de winter. Wacht even, dames en heren. Wacht even, dames en heren. Ik sprak met de organisatie hier. Van het JVC en van de Super. En die meneer zeiden tegen mij. Flip, hier. In Rosmalen komen, en het is waar, de leukste, de intelligentste, de aardigste en de knapste kinderen van heel Nederland. En dat zijn jullie! Applaus voor in de zomer! Cowboys. Wij zwerven langs bos en langs hei. De Veluwe is onze prairie.
leven voorlopig maar zwerven. En zwerven zit ons in het bloed. Dus zingen we 's avonds op visies. Want geld maakt een heleboel goed. Want geld maakt een heleboel goed. Want geld maakt een heleboel goed. Joehoe! To get ya, all that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Jongleurs van grote klasse. Hier zijn voor u de Valtinis. De Valtinis. Thank you.
gaan kijken naar Afrikaanse olifanten, gepresenteerd door Herman Rens. Onze olifanten zijn ook muzikaal, snurfharmonica. Dat wil touwtjes springen met een olifant. Nou, wie kan het touwtje springen voor jullie? Ja? Nou, dat is geen meisje meer, hè? Dat is een jonge dame. Zo. Opgelet. De olifant houdt met een slurf een touwtje vast. En een inspin de bocht erin. Ja? En goed hoog springen, hè? Ja? Opgelet. Inspin de bocht erin. Daar ga je. Draai hem af. En mooi erin springen. Ja, daar gaan we. 1, 2 en hop, hop, hop. Ja, zie je wel. Niet in de knoop raken. Nog een keer. En dan gaan we weer. Heel goed. Ja, en hop de beentjes. En hop de beentjes. Hop, hop. Ja. Kijk eens even. Een zak met superspekken. Spannen maar. Goedenavond, dames en heren. Nou heb ik een heel bekend geluid gehoord, applaus en gejuich. En ook van enkelen heb ik een heel klein beetje gejoel gehoord. Maar ik wil dat nog veel meer horen. Hoe klinkt het als dit vak in één keer boe gaat roepen?
Vrij rustig, Robert. Vind je ook niet? Vrij rustig nog. Ik ga even naar deze kant. Hoe klinkt het als dit vak uit volle borst en van ganser harte boe gaat roepen? Ja, 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 ja. Dat is een perfect vak. Dag, jury. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Ik ga naar dit vak. Even kijken hoe jullie geluid is. Ja, een goede derde plaats. En hier, nog eindelijk een kans om te winnen. Het winnende vak te worden. Hoe klinkt hier boe? Ja hoor, het blijft. Dat vak is nummer 1. Hartstikke goed. Dames en heren, goedenavond hier. Hartstikke gezellig om hier te zijn. Het absoluut mooiste circus van Nederland. In Rosmalen. Ik ken het programma, Robert heeft het net verteld. Een gigantisch prachtig programma. En het begon met roofdieren, met leeuwen en tijgers. En wie had nog ooit gedacht dat ik nog eens zo in de piste zou staan? Je komt overal terecht. Wat gaan wij doen? Mijn onderdeel is niet het circus. Ik ga niet aan de trapeze werken, zoals Danny de Munk. Nee, nee. Wij gaan soundmixers en playbackers naar de finale brengen. Dames en heren. We hebben een ontzettend leuke acts. Er blijven namelijk ter gelegenheid van 10 jaar Super Rosmalen en 20 jaar SJV, Stichting Jeugdvereniging Rosmalen. Daarvoor is dit hele programma. En daarom is het ook mogelijk gemaakt. Ik vind dus dat jullie voor Super Rosmalen en voor SJV Rosmalen nu eens een echt gigantisch Brabants applaus moeten geven. Ik zei, dat klinkt lekker. Nog eens een keer, kom op. Dat doen ze goed. Ja hoor. Dames en heren, wij gaan dus zometeen beginnen met de mini-playbackers. En we hebben daarvoor een hele kundige, prima jury. Maar ik heb één fantastische mededeling voor jullie. Luister goed. Ik zit niet in de jury. Maar wie zitten er wel in? Ik ga even door het zaagsel. Ik kan jullie eigenlijk nauwelijks zien, want ik kijk precies tegen het licht in. Ik mag voorstellen, Dini Langehuizen, secretaris van het college van BMW. Ga even staan. Dini Langehuizen. Dini, oké. Okay. En dan Kees Akerboom, een gigantische naam uit het basketbal. Helaas op dit moment toch Kees ex-basketballer, hè? Ja, want ik heb je zien spelen, je was echt een gigant. En niet alleen qua lengte, maar ook qua kwaliteit. Dan Rijn Merks, playback presentator van alle voorrondes. Woe! En Lisbeth Grevinggoed, en die is zo populair hier. Want die heeft de lekkerste dingen van heel Rosmalen. Dames en heren, dat is de jury. Wij gaan beginnen met de wedstrijd. En de eerste act, want wij krijgen in totaal 6 mini-playback acts in de finale. En we krijgen 3 senior, wat oudere playbackers. En het begint met 3 ongelooflijk leuke meiden. Geef ze een groot applaus, want hier komt de act van Madonna. Ik zei een geweldig applaus. Thank you.
Alsjeblieft, dat waren ze dan. Linda, volgens mij, Suzanne en Daphne. Ik ga even met jou praten. Hoe oud zijn jullie? Hoe oud ben jij? 9. Hoe oud ben jij? 9. En jij? 9. Oh, en wie is de oudste? Jij bent de oudste. Jij bent bijna 10. Ja, nou, ik ben pas 9 geworden. Wie heeft bedacht dat jullie het nummer van Madonna gingen doen? Ik. Jij hebt het bedacht. En zij, hoe kreeg je hun erbij? Hoe kwam dat zo? Die vroeg dat ook. Zitten jullie bij elkaar in de klas? Ja. Hartstikke leuk en waanzinnig goed gedaan. Maar ik zit niet in de jury. Wij gaan luisteren naar wat de jury ervan vindt. Ik wil graag Dini, mag ik wel Dini zeggen? Vindt u dat goed voor deze avond? Hè? Ik wil even uw commentaar vragen. Ik vind dat ze het heel erg knap gedaan hebben. Ze zijn nog erg jong. Ze hebben heel goed geplaybacked. En ze zien er erg leuk uit. Leuke jurken, leuke pakjes. Fantastisch. Heel fantastisch. Dankjewel Dini. En Lisbeth, wat is jouw commentaar? Nou, ik vond de pasjes ook zo mooi. Zoals ze er gelijk deden en dat ze de tekst ook wel snapten. Hartstikke goed. Kortom, prachtig commentaar. De eerste mini playback act is geweest. Geef ze een groot applaus. Dankjewel. Dit is de Langroni family. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan kijken naar een krachtprestatie. We gaan kijken naar 8 ratslagen uitgevoerd door Dominique. En telt u gerust mee. Let op. Attentie. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en extra. En nog 10, 11. Fantastisch, bravo Dominic. Onderschat u niet de volgende act, want ook die vraagt veel kracht en concentratie. Ik vraag u aandacht voor Kaya. Hallo?
in de mini-playback. Het nummer heet Jury, It's My Party. De artiest die nagedaan wordt is Leslie Gore. Uw aandacht voor Nathalie van Orsau. Hartstikke leuk, Nathalie. Hè, dat heb je gehad. Wat spannend is het, hè? Te midden hier van de prachtige schijnwerpers in dit circus. Wat vond je er zelf van, Nathalie? Vond je het goed gaan? Was je tevreden over jezelf? Ja. Je was tevreden. Hoe oud ben je, Nathalie? 9. 9 jaar. En wat wil je worden? Wil je artiesten worden? Wil je gaan zingen? Ja. Jij wil wel gaan zingen? Ja. Wij zijn heel benieuwd of je de stap gaat maken, want we gaan luisteren naar wat de jury ervan zegt. Kom maar mee. We gaan naar de heren in de jury en we beginnen bij Kees. Kees, wat vind jij ervan? Van Nathalie in de creatie van It's My Party, Leslie Gore. Nou, het is in ieder geval eind jaren 50, dus was het begin van mijn jeugd. En ze deed sowieso het playbacken goed, heb ik opgelet. Want ik ben natuurlijk geen superdeskundige jury. Maar het plaatje vond ik heel leuk. Ik vond dat ze het heel leuk deed. En verder moeten de andere kandidaten nog afzien. Uitstekend. Ja, superdeskundig. 10 jaar super Rosmalen. Hoe kom je erop, Kees? Hoe kom je erop? En je hebt het ontzettend goed gezegd. Rijn, jij was de presentator van alle voorrondes. En je hebt het uitstekend gedaan. Ongelooflijk leuk gedaan. Ik geef jou de microfoon even voor het commentaar op Leslie Gore. Nathalie. Wat ik zo knap. Je kunt het horen, ik heb het 2 dagen gedaan. Wat ik zo knap vind aan deze kinderen is dat ze de moed kunnen opbrengen om een act 2 keer te vertolken. 1 keer op de middag, 1 keer op de avond. Ik vind het gewoon formidabel. Dat is al zeker een applaus waard dat je dat kunt. Heb ik het nog niet over details. Jij bent iemand die altijd op details let. Ik kan wel zeggen een grote fan van Henny Huisman, playback shows. Ik volg je altijd. Straks krijg jij nog commentaar van mij. Maar dat je op je 9-jarige leeftijd nog in je communiesokjes en je communieschoentjes kunt. Nou, voortreffelijk hoor. Dat is al in ieder geval iets heel knaps van jezelf. Dankjewel Rijn. Hartstikke mooi. Dankjewel Rijn en Kees. Dankjewel jury.
gaat hij doen. Hé! Hey! Hij heeft gezegd, het moet fluitscherp tussen de vingers in. Ja. En nu proberen om in één keer de bloem van de steel te werpen. Let u op. Attention. Attention, please. Ja. Jacques, dat was geweldig, hè? Ongelooflijk knap, ongelooflijk goed. En ik vind eigenlijk dat al die mensen die in het circus werken, ook al die mensen hieromheen, die zorgen dat het goed loopt voor de belichting, het geluid, de mensen van de muziek, dat ze nog veel te weinig applaus hebben gekregen. Geef dat nu! Zes, Jacques. Jij vertelde mij, je was vorig jaar in het circus, dat jij vroeger altijd eens een droom had om zelfs een keer in het circus op te treden. Nou, die droom is al lang voorbij, want ik ben niet zo'n man van echte grote circus acts. Nee hoor, dat niet. Nee, maar ik hoorde namelijk net van de organisatie erachter dat Jacques moet een keer voor de bijl gaan. Meen je dat al? Ja, ja. Ja, we nodigen je uit om vanavond even voor de messenplank te gaan staan. Nou ja, ik kan natuurlijk niet anders meer. We zullen wel zien wat er gebeurt. Oké. Ga er even voor staan. Dit is Buffalo Bill. Voetjes naast elkaar, rechtop gestaan naar voren kijken en niet bewegen. Ja, attentie. Ho, 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 ho. Zeg, wat is dat nou? Hij is de specialist. Jongens, dat kan niet. Amateur. Amateur? Had hij in Groningen goed geschreven? Ja, goed. Ja, wel goed. Dan gooi ik ook goed ook. Oké, prima. Oh, 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 oh. Stel je voor dat hij wegloopt, zeg. Aha. Attentie! 1, 2, ho, ho! Christian, wat is er nu weer? Het is toch veel te makkelijk, je moet toch geblind doen? Geblind doen, maar dan ziet hij toch niks? Wij hebben gehoeven, voor hem is goed zo. Oké, nou, ga letten maar. Ho, 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 ho! Even wachten. Nee. Wilco, kijk eens, hier staat hij. Ja. Opgelet. 1, 2, ho!
En nu rechts. Ja, ja. Opgelet. 2, 3. Hoppa. Heel goed. Nou, dat was het. Hè. Genoeg, genoeg. Nog veel moeilijker. Moeilijker? Opgelet. Kijk eens aan. Zo, zeg hartstikke bedankt. Zeg jongens, maken jullie Jacques nog even los. Christian, sleuteltje. Sleuteltje. Ik heb het verloren. Ja, dat kan toch niet. Waar is het sleuteltje nou? Ja. Wat doen we nou met Jacques? Ja, met de post naar Groningen. We wachten wel tot de finale en dan knip. Nee. Hij moet het volgende nummer aankondigen. Ik heb een idee. We nemen hem weer naar buiten, we bellen de brandweer en ik knip hem los. Idee. Sjaap, goeie reis. De familie Vossenberg. Get ready for it.
De eerste playback act van de volwassenen. Mag ik jullie vragen wat dichterbij te komen, familie Vossenberg, als jullie je nou even voorstellen. Dan begin ik bij u. U bent... Rina van de Vossenberg. Rina, het is dus van de Vossenberg. Nog chiquer dan ik dacht. Ze hadden tegen mij gezegd Vossenberg, maar van de Vossenberg is net even meer. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk van adel, begrijp ik. Bijna wel. U bent... Chris van Krij. Chris. Jan van de Vossenberg. Jan van de Vossenberg en... Leo van den Burgt. En Leo van den Burgt. Dus eigenlijk staan er twee van de Vossenbergjes bij. En wat zijn jullie van elkaar? Familie. Allemaal familie, gekruist en gekrost, alles lekker door elkaar. Jullie weten, jury, dat jullie in elk geval in de prijzen vallen. Want ik geloof dat er 3 prijzen zijn en er zijn ook 3 volwassen acts in de finale. Maar we kunnen natuurlijk nog niet vooruitlopen op het eindresultaat. We gaan luisteren naar wat de jury ervan vindt. En ik zou graag willen beginnen bij Lisbeth. Wat is jouw idee van deze House Martins? Nou, ik vond hem perfect uitgevoerd. Want vandaag zong de bas volgens mij lager dan normaal is. Goed zo. Perfect uitgevoerd. 1 mooi commentaar. En Dini, wat is jouw commentaar? Zo vol overtuiging als deze mensen zingen, hè? Heel goed geplaybacked. Het is net echt. Het is net echt. En ik ben eigenlijk zo benieuwd om aan jullie nog te vragen. Zijn jullie ook ooit van plan live te gaan zingen? Nou, dat zal niet zo best gaan. U wel? Nee. U hebt een mooie stem. U hebt een prachtstem. Ja, tuurlijk. Absoluut. Geef ze een groot applaus. De House Martins. Het schitterende nummer, Waarheen? En het wordt gedaan door een duo. 2 keer Paul de Leeuw, Jaap Overdijk en Jeroen Steenwakkers. Annie, woehoe! Ik sta hier. Ja, ik boven sta hier. Bij het orgel. Ja, ik zie het wel. Ik spook van de opera hierboven staat. Ja, ik heb Brommerpech. Nee, Brommerpech, gewoon zingen. Waarheen? Waarheen toch?
kwijt. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn wij op aard? Bob, je moet nu orgelen hoor. Nee, orgelen, dat hoor ik. Je moet orgelen. Ja, leuk is dat, maar je moet orgelen. Waarvoor moet ik orgelen? Zingen, Krenk. Ja, ik vind het gewoon moeilijk met deze moeilijke dagen. Je moet gewoon gaan zingen. Het is wel kerst hoor, Bob. Kerst hoor je samen te vieren met de familie. Opeens waar ik weg ben gelopen. Nou, kerst is een gelukkig. Kerst alleen is toch wat lekkers. Zonder een zijklok aan je kerstboom. Kom mij. Wat is dit? Maar Bob, niet zo snel. Blijf eens van die synthesizers af met je vingers. Het is kerst, hè? Wat kerst? Ja, ik ga geen spook rijden. Prettige feestdagen! Ja. Jij gewoon lopen. Ja, en heel gelukkig. En dat waren ze dan. Kijk eens even, dames en heren. Is een beetje bandenpech, is een beetje afgezakt, hè? Kijk eens even, is dat wat of niet? Is dit wat? Schitterend. Wie heeft ze zo prachtig, zo opgebonden en toch een beetje laten zakken? Wie heeft dat allemaal voor jou geregeld zo? Mijn moeder.
Oh. Je moeder, heeft die zelf ook zoveel in huis, of niet? Nee. Nee, nee, moeder heeft niet zoveel. Nou, is maar goed ook. En jij bent eigenlijk, want dat is het gekke, normaal zien we Paul de Leeuw, die zien we natuurlijk als Bob en Annie. En nou zien we eindelijk eens twee keer Paul de Leeuw, want jij was natuurlijk Annie. De Roy. Precies, Annie de Roy, had ik al gedacht. En jij bent dus Bob. De Roy, ja. Bob de Roy. En wat is er met jou aan de hand? Ja, daar zit gewoon een kussen in. Wie van jullie heeft deze act bedacht? Wie heeft nou eens gedacht, dat gaan we nou eens doen, we proberen in de finale te komen. Jij hebt het bedacht? Ja. Ben jij Jeroen of ben jij Jaap? Ja, ik ben Jeroen. Je bent Jeroen, dan ben jij volgens mij Jaap, klopt dat? Ja. En Jaap is toch echt Jaap, dames en heren? U had dat waarschijnlijk even niet gedacht. U dacht van Anjet wel, hè? Toch wel, hè? Toch wel, en die kant ook heel duidelijk dat dit Jaap is. Meer hoeft hij niet te laten zien, hè, dat hij echt Jaap is. Goed zo. Nee hoor, laten we zitten. Laat me eens lekker zitten. Luister eens, we gaan nu even vragen hoe oud jullie zijn. Ik ben 10. Jij bent 10 en jij bent? Ook 10. Dus allebei 10, samen 20 jaar. Wonen jullie allebei in Rosmalen? Ja. Jij dus ook, allemaal lekker. Samen met elkaar op school? Ja. Vrienden? Ja. Vrienden voor het leven. We gaan naar de jury vragen wat de jury vindt van deze act. Even snel commentaar. We beginnen bij Kees. Alsjeblieft, Kees. Ik dacht dat dit nummer op begrafenissen gedraaid werd, maar zo worden begrafenissen een feest. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar... Nou ja, dat is dus als Mieke Telkamp het doet, hè? Maar als Paul de Leeuw doet, dan is het meteen absoluut heel anders. Dini? Ik vind ze veel beter dan Paul de Leeuw. Hartstikke mooi compliment, Lisbeth. Voortreffelijk. En Rijn, want Rijn die gaat een minuut of vijf vragen, want Rijn is natuurlijk heel uitvoerig in het commentaar. Ja. Dankjewel. Hij begint altijd met zo, een beetje zo, hè? Oké, Rijn, daar gaan we. Nou, wat zo jammer is, is dat de mensen niet kunnen zien. En excusez le mot, maar Bob de Roy had zo'n uitgestreken smoel. En daarom zeg ik van, nou, moet daar eens even op letten. En ja, Circus Rens heeft er een nieuwe attractie bij. Een kangeroe met een verzakking. Hartstikke mooi, Rijn, dankjewel. En dank aan Jeroen en Jaap als Bob en Annie de Roy. Jongens en meisjes, zullen we even een hele spannende truc doen? Maar daarvoor heb ik assistentie nodig van een van de moeders uit de zaal. En wat zoeken we voor moeder? Een hele degelijke moeder. En nou zul je je afvragen, wat is een degelijke moeder? Dat is een moeder die nog een trouwring om haar vinger draagt, jawel. Ze zijn er, absoluut. En we gaan een beetje vooraan kijken en daar zit er een. Oh, mevrouw, draagt u een trouwring? Ja, lukt. Kon die ook nog van de vinger af? Probeer eens even of het lukt. Ja, ik weet dat het moeilijk is op zo'n dag als deze. Maar ze steekt nu haar vinger even in de mond om te kijken of ze hem een beetje... Lukt het? Nou, zou ik zo leuk vinden als u met de ring mee zou willen komen. Want alleen de ring heb ik niks aan natuurlijk, dat zult u wel begrijpen. Dus ik zou zeggen, zet de kinderen even op de stoel. Jongens en meisjes, dames en heren, een moeder springt spontaan de piste in. En die begroeten wij natuurlijk met het moederapplaus. Mams, ga zitten. Hartelijk welkom. Hier is de stoel voor u. Hier komt zo dadelijk nog iemand anders te zitten. Maar dat houden we nog even. Verrassing. Hé, mama, uw trouwring. Zou ik hem even mogen zien? Jongen. Ja, achteraan kun je het nauwelijks zien, maar een prachtige ring. Is dat echt goud? Dat is helemaal echt goud. Ja, ik zie het. En uw man heeft zijn naam er ook in gezet, zie ik. Doublé. Wat leuk, een buitenlander waarschijnlijk. Zeg, als u de ring even met twee vingers wil vasthouden, zal ik nog even een meisje of een jongen uitzoeken die even wil helpen. Wie wil er helpen? Steek even je vinger op. Gaan we even eerlijk loten. Ine, mine, mut, 10 pond grut, 10 pond kaas. Ine, mine, mut is de... Oh, jij bent al op het podium geweest. Gaan we een stukje naar achter toe. Even kijken. Nou, dat meisje daar, helemaal bovenaan. Kom maar even hier naartoe. Ik denk dat je best deze kant op kunt lopen. Nou, we hebben een dametje gevonden. Komt ook even helpen. Zullen we haar ook met een applaus begroeten? Jawel. Hi, dame. Ga maar bovenop de stoel staan. Kunnen we je beter zien. Hè? Vertel eens, wie ben jij? Femke van Malsen. Femke. Femke, kun jij een beetje toveren? Weet ik niet. Je denkt het niet. Wil je het proberen, Femke? Ja. Ja. Wil je het echt proberen? Ja. Ja. Oké. Femke, dan gaan wij proberen een goocheltruc te doen met de echte gouden trouwring van deze moeder. Mama, als ik uw ring even van u mag lenen,
wat doen we dan? Die schitterende gouden ring van deze moeder pakken we veilig in de zakdoek. En we gaan aan Femke vragen om hem heel goed te bewaken. Als je hem van onder dicht houdt, met de andere hand de ring. Femke, heb jij een toverstokje bij je? Nee, heb ik voor je. Femke, ik heb een toverstok meegenomen, deze. Wat moet je nou doen? Met deze hand pak je de toverstok. Die hou je zo hoog als je kan in de lucht. En dan doe je dit. 1, 2, 3. En dan tik je op die ring. Zou je dat kunnen, Femke? Ja. Ja. Oké. Pak het stokje. Hou hem goed hoog in de lucht. En dan doe je dit. 1, 2, 3. En... je moet hem omhoog houden, Femke. Wat doe je nou? Nee, hij is kapot. Wat zeg je? Hij is kapot. Hij is kapot? Nee, hij is niet kapot. Je moet hem gewoon zo vasthouden. Dan doe je gewoon 1, 2, 3 en dan tik je op die ring. Dat kun je toch wel? Nee, ik niet. Ja? Nou, oké. Okay. Pak het stokje. Doe je gewoon 1, 2, 3. Mama, als u dit kistje even zou willen... Femke, wat doe je nou? Je moet hem niet kapot maken. Je pakt gewoon het stokje vast. Je houdt hem zo. Je doet 1, 2, 3. En dan tik je op de ring. Dat kun je toch wel, Femke? Ja. Nou, doe dat dan ook, hè? Vervelend kind. Gewoon 1, 2. Oh, Femke, ik word er gek van. Nou, we moeten maar zonder stokje doen. Femke, heb je de ring nog goed vast? Ja. Ja. Oké. Okay. Hou hem even goed omhoog. Pak ik een puntje van de zakdoek. Ik tel tot 3. En als ik 3 zeg, laat je de zakdoek los. Oké, Femke? Ja. Ja. Oké. Okay. Daar gaat hij. 1. Heb je hem nog goed vast, Femke? Ja. Ja. Oké. Okay. 2. Heb je hem nog goed vast, Femke? Ja. Ja. Oké. Okay. 3. Laat me los. De zakdoek laat je los, maar die kostbare gouden ring hou je zo tussen 2 vingers vast. En je laat hem zo aan iedereen zien. Femke, hou de gouden ring even omhoog. Wat zeg je? Ik heb hem niet. Wat? Ik heb hem niet. Wat zeg je? Ik heb hem niet. Ik heb hem je gegeven. Nee. Is wel? Je had hem toch vast? Nee, want ik moest hem loslaten van jou. Ja, maar toen heb... Oh, mama, ze heeft uw ring weggetoverd. Vindt u het erg? Heel erg. Heel erg. Nou, wat doen we? Matten kloppen, pak slaag. Of kun je hem ook terugtoveren? Dat weet ik niet. Weet je niet. Nou, misschien heb ik nog wat toverzout. Strooi je weer even over je hoofd zo. Femke? Voel je al een klein beetje een toverkracht zo omhoog kriebelen? Ja, Hans. Goed zo. Dan mag je nou met je linkerhand, met deze, die ring van die mevrouw zo uit de lucht pakken. Maak maar een vuist. Heel goed. Maak hem even zo maar dicht. Doe maar zo even met je hand. Heel goed. Heb je de onzichtbare ring nou goed vast, Femke? Ja, Hans. Goed zo. Dan tel ik tot 3 en dan gooi je die ring zo naar die moeder toe. Oké, Femke? Ja, natuurlijk, Hans. Oké. Okay. Ben je er klaar voor, Fem? Ja, hoor. Oké, daar gaat hij. 1. Heb je hem nog steeds vast, Femke? Ja, Hans. Oké. 2. Nog steeds vast, Femke? Ja, Hans. Oké, nou niet boos worden. Als ik 3 zeg, gooi je, Femke. Oké. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Mama, hebt u wat gevoeld? Ja, Hans. Gelukkig maar, gelukkig maar. En wat heeft mama gevoeld? Zij heeft gevoeld dat de gouden ring die Femke heeft weggetoverd, dankzij haar toverkracht, door de lucht is gevlogen. En als alles goed is gegaan, is aangekomen in het kistje. Mams, wil u het zelf even openmaken? Bandjes haalt u eraf, mag u aan mij geven, zal ik ze opruimen. Maak mama het blauwe kistje open. En wat komt daaruit tevoorschijn? Een rood kistje. Een rood kistje? Oh, wat, ja, zal ik dat even opruimen? Leuke truc, Femke. Heel leuk. Mama maakt het rode kistje even open. En wat komt daaruit tevoorschijn? Een groen kistje. Een groen kistje. Leuke truc, Femke. Heel leuk. Hou even vast als je wil. Mama maakt het groene kistje open. En wat komt daaruit tevoorschijn? Een paaskistje. Een paaskistje. Leuke truc, Femke. Heel leuk. Hou even vast. Het paarse kistje. Mama maakt het paarse kistje open. En wat komt daaruit? Jawel, mijn ring. Ja, kijk, is het uw eigen ring? Doublé? Ja, haar eigen gouden trouwring. Mama, doe hem weer veilig om de vinger. Heel hartelijk bedankt voor het mee. Zal ik even meelopen? Dan kun je even veilig over het hekje heen. En jongens en meisjes, mama's krijgen altijd een extra hard moederapplaus als ze zulke kunsten uithalen. Tuurlijk.
Zo, vond je het leuk, Femke? Hartstikke leuk, Hans. Goed zo. Wil je de kistjes pakken? Ja, ik pak de kistjes even van je over. Dank je, Hans. Graag gedaan, Femke. Zo, zetten we deze even opzij. Ja, jij mag ook weer terug naar je plaats, maar misschien wil je nog even een buiging maken? Tuurlijk wel. Oké, maak maar even een buiging, dan klappen ze voor je. Zie je dat? Femke, bedankt hoor. Dag Femke. Dag Hans. Er komt nu een act. Girls just wanna have fun. Dus meiden die echt plezier willen hebben. En wie gaan dat doen? Dat gaan doen Inge, Maya, Ilse en Michelle als Cindy Lauper. Hartstikke mooi in het circus. En jullie zochten natuurlijk je glas. Maar daar had iemand even overheen gelopen. Dat was kapot gegaan. En gelukkig heeft Robert het allemaal weer opgepakt. Zodat daar geen dieren in kunnen trappen. Want dat zou natuurlijk heel vervelend zijn. Waar of niet? Goh, nou, even met jou praten. Wie ben jij? Inge. Jij bent Inge en jij bent? Ilse. Ilse en Inge. En dat ben jij, Maya? Nee. Of Michelle? Michelle. Jij bent Michelle. Ben jij Maya? Ja. Dan klopt het allemaal. Zeg, wie heeft bedacht dat jullie Cindy Lauper willen gaan doen? Was jij dat? Jij was het? Mijn moeder. Oh, moeder heeft het bedacht. Maar waar zit moeder dan? Is moeder er wel?
Waar is moeder? Moeder is daar. Oh, moeder is aan die kant. Oh, leuk en gezellig. Moeder komt ook even erbij. Wel, ja, natuurlijk. Dag moeder, u hebt het bedacht en u krijgt ook applaus. Let eens op. Woe! Moeder, even vragen voor het eerst dat u zelf in de schijnwerper staat. U hebt het nummer bedacht en de kleding? Ook. Ja, jullie zelf denk ik dit, hè? Kleding bedacht. En wat zijn het? Zijn het allemaal vriendinnen van elkaar of zussen? Wat zijn het? Twee zusjes. Twee zussen had ik al gedacht. Plus twee vriendinnen. En klasgenoten erbij dus. En een hele act erbij met een fles wijn en met dozen pizza. Kortom, André van Duin had het ook kunnen doen met het pizzanummer. Het ziet er hartstikke leuk uit. Ontzettend lief. En zij waren dus ook in de finale. Want in totaal hebben er wel 24 acts meegedaan aan de voorrondes. Wij gaan even luisteren wat de jury ervan vindt. Luister, ik ga nu naar de jury toe. Even horen hoe dat uitpakt. En zullen we dan dit keer eens beginnen bij de man die altijd eerst zo doet. Zo straks hem eindigde die. Nu mag hij beginnen. Rijn. Als een kind van 5 jaar er zo moe uitziet en 2 keer op een zondag kan optreden en nog precies volgens de regels doet, dan is het in 1 woord super. Alweer super. En zo klopt het in de sfeer van deze avond. Een prachtig commentaar van Rijn. Didi, wat heb jij eraan toe te voegen? Wat zien ze er sexy uit, hè? En wat zijn ze goed, hè? En dan te bedenken, dit zijn allemaal echte Rosmalenaren. Daar moeten wij toch heel trots op zijn, hè? Ik vind dat jullie inderdaad verschrikkelijk trots kunnen zijn. Dit is super Rosmalen. En dat allemaal ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de jeugdvereniging. Geef ze nog een heel groot applaus, Cindy Loper. Hier is Apollonia 6. En ik zei Apollonia 6. Wat hebben jullie meegebracht? We got to bring some broads in here. These to you. Graham, give them a big applause, ladies and gentlemen. Apollonia 6. Apollonia 6 met een machtige demonstratie hier in de piste van Circus Rens. Wat ik nou zo verschrikkelijk sneu vond, dames en heren, dat is dat Milko onmiddellijk werd weggebracht. Milko, kom jij eens hier, alsjeblieft. Milko, pak ze 1 voor 1. Jongens, laten we even zijn gang gaan. Laten we even zijn gang gaan. Hij moet even alle dames begroeten, dat moet hij zeker doen. Daar krijgt hij de kans voor, onze eigen Milko. Hè? Heerlijk, hè? Wat moet dat lekker zijn. Zo, wat een zo, alsjeblieft zeg. Wat een balkon. Kind. Even horen, wie ben jij? 6. Jij bent 6. And you're number 5? No, 1. You're the number 1. Even kijken hoor. Doe eens. Oh ja, duidelijk number 1. Ja. And you're the number 2? 3. The number 3. Great. En wie zijn jullie? I'm the bodyguard. You're the bodyguard, yes. Maar ik denk dat het een soort van bodyguard is die op bepaalde momenten zijn handen niet thuis kan houden. Waar of niet? Kan er inderdaad bij zijn. Een hartstikke mooie groep. Ik ga naar de jury. Ik ga vragen. Rijn schudt van nee. Die wilde niks van zeggen. Nou, oké, Rijn, dan niet. Dan beginnen we bij Kees, een absolute kenner. Nou, ik vond het een hele leuke act. Ik vind het alleen jammer dat de dames zoveel rubber nodig had. Want als ik het goed inschat, kunnen ze het zonder ook wel. Ja. Maar jij hebt van die verschrikkelijke grote handen. En ze dachten, laten we ons maar een beetje beschermen, Kees. Nog niet eens zo gek bekeken. Lisbeth, jij bent er weer. Nou, ik was best wel onder de indruk, maar dan wel meer van die mannen. Ja. Toch wel, helemaal. Rijn, wil jij er nog wat aan toevoegen? Ik heb niks van de playback act gezien, alleen maar Tiet. Hartstikke mooi. Het was niets. Het was heel veel Tiet. Maar het was Apollonia 6. Dankjewel. Hier is een Cynthia. Hey, hallo. Ja, zeg jongens, dat kan niet. Wat is dat nou weer? Zeg, dan kom maar naar binnen toe hier. Dat doet maar. Ja, kom nou. Zeg, stop eens even. Hallo. Zeg, Christian. Ja, zeg. Hallo. Dat pak maar uit. Stop. Even wachten. Niks pizza.
Ballerina, kijk eens wie er staat. Sylvia, onze ballerina. Waar? Wow! Sexy! Sexy? Dat is onze ballerina, die gaat dansen. Dansen? Ach, een striptease! Nou is Wilco Sippendeel. Nee. Hallo, stop! Stop! Wilco, toch geen striptease. Nee. Onze ballerina die doet klassiek ballet. Ja, klassiek ballet, de ster van de zwaan. Wat zielig! De ster van de banaan. Wilco, een zwaan en het is een vogel. Een vogel? Ach, zij doet de vogeltjes dan. Ja, vogeltjes dan. Ah, die gaat zo. Nee. Hallo, stop. Stop! Wilco, klassiek ballet gaat anders. Je moet maar eens kijken naar Barry Stevens. Barry wie? Barry Stevens. Die heeft verstand van ballet. Ach, ik weet het taal van gewoon doorgaan. Die wc eend. Wilco. Nee. Ja, eigen schuld, dikke bult. Jij en jij naar buiten. Toevallig zijn wij besteld. Door wie? Door meneer Albema van de Super. Hoezo? Die heeft tegen ons gezegd, wij kunnen in 5 minuten tijd met z'n tweetjes 10 gulden verdienen. Als wij de piste een beetje opvrolijken en een beetje opknappen. Ja, sorry Sylvia. 5 minuten wachten, maar denk eraan. Zak! Zak! Thank you.
Wilco Christian. Het was geen afspraak. De afspraak was 5 minuten. 5 minuten heeft meneer Alberda gezegd. De 5 minuten zijn voorbij. Oh! Onze clowns Wilco Christian en de superman Frank Alberda. Frank, Wilco en Christian. Allemaal, hop, 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 hop. Het nummer heet You Could Be Mine. De groep heet Guns and Roses. Hier zijn Ronald Gijssel en Friends. Woo!
En dames en heren, hebt u de titel van het nummer verstaan? Het was You Could Be Mine. En, kom jij eens naar voren. Dit was toch ook wel een hele belangrijke man in het gezelschap, hè? Waar of niet? Want hij was er zo vol op geconcentreerd. Jij begon al te drummen voordat het geluid er was. Vond ik hartstikke knap. Fantastisch. Te gek voor woorden. Wie is de leider of leidster van deze groep? Dat ben jij. Jij gaat even vertellen hoe je ze allemaal bij elkaar hebt gekregen. Nou, we hadden dus, vorig jaar hadden we dus al een paar concerten gegeven. Met de meneer verjaardag, dus dit jaar voor carnaval, hadden we dus een heel concert gegeven van 4 liedjes en zo. En op podium. Ja, en ja, toen we dit hoorden, wisten we al zeker dat we mee gingen doen. En wij allemaal dus weer. Dus ja, dat was eigenlijk niet zo moeilijk om die mensen bij elkaar te halen. En je zit in de finale, je hebt het hartstikke leuk gedaan. En wat kan jij lullen, zeg? Niet te geloven. Nog meer dan Rijn, hè? Of niet? Zo. Wij gaan eventjes vragen wat de jury ervan vindt. Luister goed, want het is hartstikke belangrijk. En die twee hele sexy girls, die mogen toch ook wel een apart applausje nog hebben? Dames en heren, kijk eens. Woe, is dat wat. Zo. Hoe oud ben jij? 12. En jij? 12. Allebei zijn ze 12, maar ze tellen voor 1 van 24. Waar of niet? Kees zit echt te genieten als een kenner. Rijn, zullen we maar niet met jou beginnen, nee, hè? Met Lisbeth. Nou, weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat ze al die attributen mee gemaakt hebben. Dat vind ik echt schitterend. En ja, daar met die gitaar, die deed me volle overtuiging, stonden hiervoor te rammen. Ik denk, nou, dat kan niet meer mis. Kortom, vol overtuiging rammen. Kees, wat vind jij? Nou, hard rock, dat is topsport, dat heb ik wel gezien nu, maar hard rock moet ook live gespeeld worden, want op de radio is er geen zak aan. Maar ik complimenteer ze met de muziekkeuze en prachtig uitgevoerd. Heel erg leuk. Rijn, je zit te popelen. Ja, we hebben net Apollonia 6 gehad, maar deze twee dames komen er ook wel. Gewoon wat kweken, wat eten en dat halen we zeker, hoor. Hartstikke goed. Dini, tenslotte jij. Ik vind dat ze deze act professioneel uitgevoerd hebben en die twee uitdagende dames erbij, ja, die maken het helemaal af. En wat zo leuk is, dit was nou ook een act, dames en heren, zo helemaal geschikt voor de piste van het Nationaal Circus Rens. Alles is bespeeld. Geef ze een groot afscheidsapplaus. Guns N' Roses. En we krijgen weer twee hartstikke leuke minis. Twee meiden, Paulien Veenken en Marlies Gerritsen als Troppelzak Boogie. Kijk, nu zijn ze aan het slapen. Bobby Lief is zelfs aan het gapen. Met zo'n blosje op de kaken zullen ze geen herrie maken. Klaap die kleine lieve apen. Slapen, 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 slapen. Dag kindertjes, blijven jullie maar lekker slapen hoor. Dag. Uit. Wat is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Hij moet
je weer even stil zijn. Haha, die gekke papi. Dan gaan we naar beneden. Zo jongens, dan gaan we weer. Papi is weg, papi is weg. Papi is weg. Oei, de zappenzaak boeri. 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 Wil je soms een lekker boekje? Nee, de zappenzaak boeri. Kom even hier lekker in het midden staan. Wat een groot applaus. Wat klinkt dat lekker, hè? Ja. Zoveel applaus. Hoe klonk dat nog maar weer, dames en heren, dat applaus? Hoe? Ja. Marlies en Paulien, wat zien jullie er ontzettend leuk uit. Wie heeft jullie geschminkt, al die lekkere kleurtjes opgedaan? Mijn moeder. Haar moeder heeft het gedaan? Ja. Hartstikke leuk. Hoe oud zijn jullie? 9. Jij ook, 9? Ja. Alles is bijna 9 jaar, hè? Een enkeling loopt tot 12, maar enorm leuk gedaan. Hoe lang hebben jullie erop geoefend, op gerepeteerd en gestudeerd om dit hele moeilijke nummer te leren? Weet niet. Weet jij het, hoe lang je erover gedaan hebt om het allemaal te leren? Hoeveel dagen, hoeveel uren? Ik weet echt niet meer. En wie heeft het jullie voorgedaan, hoe je het moest doen met de beweging en met alle gebaren? Ik heb het grootste stuk zelf gedaan. Het grootste stuk zelf gedaan, kijk. Dat is wat ik eigenlijk wou horen. Hartstikke knap, vond ik het. Maar ja, ik heb niks te zeggen. Want daar zitten ze hoor. Daar zit de jury die uiteindelijk gaat beslissen. Zal ik gaan vragen wat ze ervan vonden? Wachten jullie hier even, ga ik naar die kant toe. Hartstikke leuk. Ik wou graag met Dini beginnen. Jacques, deze dames zitten vol ritme. Ze hebben prachtig geoefend. Ze hebben ook lang geoefend, denk ik. Want ze wisten waar het allemaal precies lag, hun spulletjes. Kortom, het was geweldig. Kees, wat is jouw idee? Ja, een hele verrassende keuze, heel origineel ook. En dat verdient best een grote pluim. Een grote pluim verdienen jullie. Ik ben benieuwd wat Rijn, want Rijn is heel kritisch, wat die ervan vindt. Nou, als je oplet, zie je hier een jongetje en een meisje staan. Het geëikte roze en blauw. Ik heb zelf een jongen en een meisje, een zoon en een dochter. Maar als die zo tekeer gaan, dan hoop ik niet dat ik het ooit een keertje aantref. Maar fantastisch gedaan. Dankjewel Rijn. En tenslotte Liesbeth. Nou, ik vond de act heel goed in elkaar gezet. En met een moeilijk woord zeggen ze dan choreografie. Maar Barry Stevens kan er jaloers op zijn. Barry Stevens zou zeggen, doorgaan, vrouw, doorgaan. En dat moeten jullie doen. Kleine Marlies en Paulien. Rosmalen, jullie gaan kijken naar een schitterende act. De laatste playback act. De minis hebben we allemaal gehad. De laatste in de categorie van de ouderen, de senioren. En dat worden, laat ik maar zeggen, één solist met een groep eromheen. De groep heet De Burgjes. Het nummer heet De Clown. En de artiest is uiteraard Ben Kramer. Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong, in het fel gele licht. Maar onder die lach, zat een droevig gezicht. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Hij woonde alleen in een wagen van hout. Hij was maar een clown en zo werd hij oud. Zijn hoed was te klein en zijn schoenen te groot. Ach,
hij was maar een clown. Maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stil verdriet. Want er was op het einde niemand die hij. Op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit. Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde niemand die hij verliet. Komt-ie. Dankjewel, Robert. Zo, wat een ontzettend leuk idee. Ik ga jou even vragen, jij bent Ben Kramer. Ja, klopt. Kost het moeite? Nou, valt mee. Je bent een korte tijd nogal grijs geworden, jongen. Ja, ja, iedereen wordt ouder, hè? Ja, dat is maar te hopen ook. Eigenlijk is dat een goed teken. Van wie is het idee om met deze marionetten te gaan werken? Nou, we hebben op een gegeven moment zelf het een en ander uitgezocht en een beetje uitgewerkt. En vandaar het resultaat. Een heel nieuw idee voor de clown. Wie heeft voor de schmink gezorgd? Dat wil ik jou toch even vragen, want ik vind het buitengewoon knap. Dat is Anja van Grinsven. Die is grimeuze. En ja, die is heel knap gedaan. We zijn heel blij met haar. Voor Anja een groot applaus, dames en heren. Gigantisch leuk gedaan. Perfect. Ik mag het commentaar vragen aan de jury. En ik wou graag beginnen met Liesbeth. Nou, deze act past precies in het geheel. De clowns in het midden. En ik vond het fantastisch met die touwtjes, hoe het allemaal ging. Heel leuk. Goed. Je bent helemaal onder de indruk, Liesbeth, hè? Rijn, hoe gaat het met jou? Ik snap het niet helemaal. Daar was ik al bang voor. Dankjewel, Rijn. Helemaal goed. Didi. Ja, dit is het mooiste nummer van Ben Kramer, vind ik. Ik vind het keurig gezongen en de marionetten zijn heel goed. Ja, het is fantastisch. Ja, Ben zingt het al 30 jaar. Het is ook het enige nummer waar hij echt succes mee gehad heeft. Kees, jij dan? Ja, over die clown is al genoeg gezegd. Ik vond ook dat hij... Ja, ik heb zelf ook grijze haren. Maar ik vond hem goed playbacken. Dat deed hij echt goed. Dankjewel, Kees. Nog even een aanvulling van Rijn. Ik snap het niet, want als je... Dankjewel, Rijn. Nog één keer. En hij snapt het weer niet, dames en heren. Helemaal moeilijk. Ga maar. Nog één kans, Rijn. Nog één kans. Je hebt de touwtjes in handen en nu staan ze daar. Dat snap ik niet. Je bent een marionet. Je doet het perfect. Ik vond dit een grandioze act. Dankjewel, Rijn. Goed gezegd. Dankjewel, Ben Kramer en act. De jury kan zich gaan terugtrekken voor het beraad. Dames en heren, wij gaan u zometeen bekendmaken wie de winnaars zijn, de drie bekers voor de senioren en voor de junioren. Maar één ding beloven jullie,
Wie niet gewonnen heeft, gaat niet huilen. Dat hebben ze beloofd. En eigenlijk zijn er vanavond, dames en heren, geen verliezers, alleen maar winnaars. En voordat we dan degene gaan huldigen die uiteindelijk de eerste, tweede en derde prijs in ontvangst mogen gaan nemen, denk ik dat wij alle winnaars willen huldigen. Niet met een gewoon Amsterdams applausje, maar met een echt gigantische Brabantse ovatie voor alle deelnemers. Dat was wel verdiend voor jullie allen. En ik wil de jury van harte danken. Ze hebben het erg goed gedaan. Rijn, Dini, Lisbeth en Kees. Jury, hartelijk dank voor jullie voortreffelijke werk. En dan zou ik graag de voorzitter willen uitnodigen, Rijn Merks, om de uitslag bekend te gaan maken. Rijn, dan gaan we een beetje hier in het midden staan. Dan kan iedereen hopelijk wat zien. Kunnen de kinderen zich een slagje gaan draaien. Hier is hij dan, de voorzitter van de jury. Ik zou je willen voorstellen te beginnen met de senioren, met de volwassenen en dan met de derde prijs. De derde prijs, er waren er drie, maar ze waren allemaal even goed. Maar je moet een gradatie maken, de House Martins. Derde prijs voor House Martins. En Lisbeth wil wel even helpen om de prijzen te overhandigen. Dankjewel, Lisbeth. Helemaal goed. Derde prijs, geef ze nog een applaus, dames en heren. House Martins. Dan gaan wij over naar de tweede prijs voor de, ja, voor de senioren. En dan weten we ook meteen wie eerste geworden is. Dus ik zou zeggen, noem ze maar in één keer 2 en 1. Het was heel erg moeilijk. Echt. Hou ons niet langer in spanning, Rijn. Daar komt ie. Nummer 2, Apollonius 6. Nummer 1, Ben Kramer. De tweede prijs gaat dus naar de buitengewoon sexy borstjes van Apollonia 6. En de eerste prijs is wel verdiend. En dat zal zeker ook te danken zijn aan de choreography, aan het prachtige onderdeel van de clowns van de marionetten. Applaus voor 2 en 1. Zo, wij gaan snel over. En de handjes worden geschud en ik vraag jullie weer in de rij te gaan staan. We gaan ons nou even naar die kant keren, Rijn. En ik ga jou vragen bekend te maken de derde prijs van de mini playback. Ten eerste, iedereen, hartstikke goed dat jullie nog wakker zijn. Maar de derde prijs, Paul de Leeuw. Paul de Leeuw, Annie de Rooij en Paul de Leeuw. Daar komt de beker voor de derde prijs. Is dat even fantastisch? Goed gedaan! En dan vragen we Lisbeth u de beker voor de tweede prijs op te halen. En Rijn zal bekendmaken welke solist of welke groep de tweede prijs krijgt in deze gigantische finale in het Nationaal Circus Rens. Iedereen is vierde geworden, maar we moeten winnen hebben en verliezers, maar die zijn er dus niet. De Trappelzak Boogie is tweede. Tweede prijs, Trappelzak Boogie. Hier zijn ze. Hartstikke leuk. Kom even voor de camera. Een kusje van Ome Rijn. Dat blijft er lekker op zitten. En jullie beker voor de tweede prijs. Geef ze nog een applaus, dames en heren. Deze schatten van kinderen. Ongelooflijk leuk. Zo, en dan gaan we bijna over naar de bekendmaking. Ik ga even naar Robert om te vragen of er namens het circus nog iets meegedeeld moet worden. Helemaal niks, zegt Robert. Wij, dames en heren, gaan bekendmaken wie bij de kinderen gewonnen heeft. En voordat ik dit doe, wil ik ook graag u allen hartelijk dank zeggen voor uw meeleven, voor uw belangstelling, voor uw applaus. U was, ja, een echt Brabants leuk publiek. Ik mag terug naar Groningen, maar we komen terug in Brabant en dat zal zelfs komende week al zijn. En zelfs hier in dezezelfde gemeente in het Autotron waar we nog iets gaan doen. En donderdagavond op de televisie bij de Sterren Playback Show. Kortom, Rijn, de grote finale en de grote winnaar. Stilte, Rijn heeft het woord. Ik denk dat ik spreek namens iedereen. Wij waren het erover eens. Jacques d'Ancona wist het.
Dames en heren, ik wil heel even de microfoon aan Jacques d'Ancona geven. Want ik ga nu iets doen wat ik altijd met kinderen doe. Hou me even vast, Jacques. Dames en heren, de winnaar van de mini playback show is Cindy Lopper! Een ontroerend moment, een prachtig moment. Cindy, hartstikke gefeliciteerd. Cindy, ongelooflijk gefeliciteerd met die ontzettend leuke groep eromheen. Dit was een ontzettend leuk moment. En kusjes van tante Lisbeth, dat kan er ook bij. Jury, nogmaals dank. Rijntje krijgt nog één keer de microfoon. Dames en heren, mag ik u nog één ding vragen? Ik heb hier twee dagen gestaan. Twee dagen heb ik het met plezier gedaan. Twee dagen die georganiseerd zijn door de SCV en door de Super. Maar een avond zoals deze kan nooit lukken door de geweldige presentatie van Jacques d'Ancona. Geef hem nog met eenmaal een daverend applaus. Dames en heren, allemaal wel thuis en misschien tot een volgende circus act of een circus weekend.